Het is het tweede seizoen dat we het nu doen. Het is gewoon uit aardigheid begonnen. Uit de grap in feite. Maar het is een groot succes geworden. Het gaat, ja, het is gewoon aan de. Dit doen we elke keer zo. Maar hoeveel heb je begonnen? Maar ik loop mijn jonge man en een vrouw. En nu ben ik er 65. Maar gemiddeld zitten we hier tussen de 40 en de 55. Ze zeggen, omdat het begrijp wat waar het is. Wat mooi waar is, dan komen er zo 20 meer. Waar bepaalt de routes nou? Ik bepaal meestal de routes. Maar het is nog even gebeurd, want ik ben hier 100 punten op heen. Door de andere jongens dat ombeurt. Maar normaal dan red ik hem mee. Ik ben technisch een nul. Maar dat ga ik samen voor me doen. Daar ga ik je werk van. Je stiekem wel televisie opnamen, dan als je die rijden gewoon terug. Hoeveel doet de tocht op nota? Dat gaat heel best. Het waren er even, dus dan is de tocht eigenlijk echt heel mooi. Dus, hoe lang rijd je al mooi? Vanaf het begin hebben we de tocht meereden. Ja, net het begin van de route bedoel ik? Nee, maar het begin van het zingen hier. Het eerste hier. Toen heb ik mij een kwaad opzet en er waren al die groepen, maar die rieden al die hut. En we gingen altijd in groepje en dan gingen de eerste fabriek hier, die werden waarschuwen, die moest achterbloeien als hij moest eruit. En zo hebben we dat opgebouwd. Is het trouwens hier een hele bot voor oren? Ja, als je de groep groter wordt, dan wordt het probleem ook een beetje groter. Dus, maar we konden altijd aardig regelen. Dat ging altijd best. Ja, je weet nog meer alles uit het dorp. Ja, dat. En uit het dorp. En uit het dorp. En wat voor meisjes gereden nou al je mooi? Dat ben directeuren, advocaten, timmerman, huisvrouwen, dokters, groenwerkers, schilders, stukendoors. Van alle lagen van de bevolking. En je kunt zuiver wel als verkeersregelaars broeken. Ja, maar super zijn ze dan. Wie wil geen club wijzen? We zullen maar dat onvrede bij de gemeentes. En, wie willen gewoon vrije jongens wijzen.